We gaan heel erg sterk uit van in leiderschap van Sergeants. Sergeants is een soort empowered middle manager. Zelfsturende teams is de dood in de pot. Het zijn loyale, hijgende, hardwerkende, zichzelf opoffende mensen. die me totaal niet in de weg zitten tot het moment dat ik ze nodig heb. Deze verwendheid is eigenlijk gewoon een enorme honger. Veel erger is dat we nu al bezig zijn Sergeants te creëren die zelf millennial zijn. Waarom wordt het ene bedrijf succesvol en lukt dat een ander bedrijf uh, niet? Mijn gast is een autoriteit op het gebied van leiderschap en uh, sales. En daarin begeleidt hij met heel veel succes zijn klanten. En hij is mijn gast, de grondlegger van Blitzgroep Arnold Blitz. Arnold, van harte welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Want vertel eens iets meer over. Want leiderschap en sales zijn wel twee expertises, zeg maar, die hij vertegenwoordigt. Hè? Als, als, want. want, want wat maakt nou dat ene bedrijf succesvol is en het andere niet? Uh, ja, daar was, daar was ik sowieso heel, heel erg lang mee bezig. En uh, goed voorstellen, we zijn ooit begonnen vanuit uh, de gedachte van: oké, okay, we, we doen wat anderen ook doen. We willen meer een bedrijf oprichten dan dat we iets bijzonders willen doen. Mm. En na vele, vele, vele jaren. Hebben we een eigen, eigen gedachte goed uh, ontwikkeld? Ja. En dat lijkt letterlijk haaks te slaan op, ik zal maar zeggen, de bekende Morris. Oké, okay. en we leggen ze uit? We gaan heel erg sterker uit van in leiderschap van Suzans. Ja. Suzans is een soort empowered middle manager. Oh, dat is uh, de middle manager, ja. die is van belang. Ja. En dat noem je Suzans? Ja, het, we hebben gezocht... Ik, ik, zoek, ik zoek nog regelmatig naar hoe kun je het beter kunt uitleggen dan ja, dat. Ja. En uh, het klinkt ook militaristisch en dergelijke. Beetje, ja. en er is ook een associatie met dat zijn schreeuwende, ruwe mensen. Ja. En om heel iets te waar te uh. zeggen... Er zit misschien nog een hele kleine kern van waarheid in... maar daar kom ik later wel op terug. Ja. Um, maar het gaat hoofdzakelijk om dat door de haarvaten van het bedrijf... dus letterlijk iedereen die in het bedrijf zit... iemand het heeft om voor te werken. Ja. Het is heel raar... Er wordt heel veel gepraat over leiderschap. Er wordt heel veel gepraat over uh, mensen aansturen. En er wordt vooral veel gepraat over motivatie, al of niet intrinsiek. Ja. Yeah. Maar ik denk de meeste mensen die we te maken krijgen. zichzelf wel een keer de vraag stellen: heb ik nou iemand in mijn werk. waar ik het echt voor doe? En, vaak, en, en, je zeggen, en dat is vaak die sergeant? Dat zou de sergeant moeten zijn. Aha. En, en dat is dus niet per se de CEO van een bedrijf. Nee. Mm -hmm. nee. Um, Sterker nog. De, 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 wat, je, de, wat, je, de, wat je van het nieuwe millennium merkt, is de CEO wil zichzelf niet eens zo zien. Dus nee. er wordt een hele grote nadruk gelegd op de waarde van het bedrijf, waar het bedrijf voor staat. En dan hopen we eigenlijk dat er dus een soort uh, intrinsieke motivatie in het bedrijf is, dat we van het bedrijf houden, of van de klanten houden, of achter het product staan. <laughs> of achter de waarden van het bedrijf staan. Ja. Nou ja, de waarden van het bedrijf is een soort slotmachine, weet je wel? Je trekt aan de hendel en dan komt er kluk, 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 kluk op stilstand. En dan is het transparantie ondernemerschap en nog een derde, maar je ja. kunt het zestig oh, kiezen. Dus een core value. Ja, de core ja. value is precies. Ja, 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 ja. Jij legt wel zijn dingen bloot, hoor. Hey Arnold. <laughs> ja, maar het is wel, het is best herkenbaar. Ja, ja, maar jij zegt, het ook, jij zegt het gewoon ook zo. Ja, maar ik ga door. Ja, interessant. <laughs> Dank ja, wel. Ja. Maar wat, wat, wat drijft de mensen dan wel binnen? Want de, men, de mensen maken het bedrijf. Is dat een goede uitgangspunt voor mij als ik dat zo zeg? Het gaat dan terug nog een stap verder. Wat is management of wat is leiderschap? In feite, ervoor zorgen dat mensen het voor jou doen. Ja, zo simpel ligt het. Ja. En als we dat niet kunnen, dan gaan we het doen voor, ja, we doen het voor andere redenen. De, als je neemt een heel dysfunctionele familie ja, als, ja. Uh, En een vader die gewoon totaal geen vader is, en een ja. moeder die geen moeder is, ja. die gaat roepen dat je het moet doen voor respect. Of die gaat roepen dat je het moet doen voor de familie. Ja. Of voor die, die begint ook te roepen voor core values, maar het is niet voor de persoonlijke relatie. En dat werkt niet. Het werkt totaal niet, maar we proberen het te laten werken. En dat is ook die, ik zou maar zeggen, andere invalshoek die we gekozen hebben. Want terug even naar die andere invalshoek en naar die rol van sergeants. Want wat is die rol van die sergeant dan? Sergeants zijn in feite de mensen voor wie je het doet. En het zijn ook in feite de mensen die je in vertrouwen neemt. Het zijn uh, empowered middle managers die je vertrouwt. Er wordt ongelooflijk veel gepraat over flexibiliteit. Dus het bedrijf moet flexibel zijn. We moeten flexibel dit, we moeten andere uitdagingen, blablabla. Bla, 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 bla. En die flexibiliteit bestaat er eigenlijk uit dat je in een klein clubje werkt, dat van de ene dag op de ander uh, iets anders gaat doen binnen het bedrijf. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hm. Nou, er is een sergeant, er is iemand die leiding heeft over zo'n tien mensen, tot tien mensen zou ik bijna zeggen. Ja, ja. En die vertrouw ik volledig en die heeft ook wat te zeggen in zijn eigen bedrijf. Een sergeant is in feite iemand die wel degelijk iets in het bedrijf te vertellen heeft. Dus het is empowered hoger in De management. Ja, ja. Dus is die feiten waar we het voor doen. Dat is degene die de resultaten letterlijk in de gaten houdt. Ja. Het is ook iemand die mij beter kent dan bijvoorbeeld normale collega's. Mm -hmm. waar, ik, waar mensen naar een, vierde, ja. naar een vierde job gewoon een professionele show opvoeren. Ja. Het is iemand die ook het werk beter kent dan de gemiddelde medewerker in het bedrijf. Kortom, je wordt echt beoordeeld. Ook in de groeiende zin, in de negatieve zin dus. Mm -hmm. Dus een sergeant weet van luister, met jouw achtergrond en wie jij bent, had je dit al lang beter kunnen doen. Ja, ja. Ik verwacht beter van je. Ja, ja. Eigenlijk een soort leerkrachten wat we vroeger op school hadden, wat, waar, te, wat, waar kinderen tegenwoordig om lachen. Mm -hmm. Iemand die ons echt kent en, en feiten zegt je kan beter. Dus laten we zeggen, ik train officieren. De basis van sergeant. Ja, ja. Wat is de en, eerste? en officieren zijn, is dat C-level? Dat is C-level. Oké. Okay. Ja. Absoluut. Okay. Dat kan dus in kleinere, in, het midden, in Mkb zou dat zijn de, 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 de verkoopdirecteur. Ja. Daarboven zitten nog 1 à twee laagjes boven. Ja. Het doel van hogere leiderschap, als je het helemaal op de keeper beschouwt, mm. is niet de lijntjes uitzetten. Het hogere doel is succes creëren. Uh, het lot van Nederland, van Nederlandse bedrijven heel veel is dat we enorm veel bezig zijn met strategie. Mm -hmm. Dus ze zijn niet bezig met leidinggeven, met strategie. Noemen ze de war room en allemaal interessante ah, verhalen. Ja, ja, ja. En uh, grote internationale consultancyclubs, die vinden een naam erbij. Oeh, fantastisch. Uh, maar wat heb je aan strategisch inzicht of een verkoopstrategie... als de mensen niet eens bewegen zoals je wil dat ze bewegen? Ja. Dus je gaat nog meer systemen gebruiken om die mensen vast te zetten. Het komt er in feite op neer. Uh, stel, ik verkoop wat. Tegenwoordig verkoopt niemand iets per gros wat uit een magazijn komt en in een grote zak gestuurd wordt. Ik verkoop sowieso mijn collega's. Mm. En dat zijn allemaal afdelingen die ook surgeons hebben. Dus je hebt surgeons van een technische afdeling, van afleverafdeling, van uh, softwareondersteuning uh, en van alles. Mm. Als surgeons onderling geen relatie hebben, dus leiders van een clubje van tien. Dus ik heb een verkoper, verkoopleider. Ik heb tien mensen onder me. En er zijn mensen die het waar moeten maken. wat ik net beloofd heb aan een, wat mijn mensen of ik net waar beloofd, beloofd hebben aan een klant. Hmm. En wat zou er nou gebeuren op het moment dat iedereen weet. dat ik niet door één deur kan met die andere sergeant? Dus eigenlijk dat er een soort oorlog is tussen uitleveraars. zoals er een oorlog kan zijn tussen marketing en sales en van alles. Ja. Dus de onderlinge relatie met de sergeants. is eigenlijk de ruggengraat van een bedrijf. Ja. En op het moment dat er één iemand in mijn team is. die overbelooft of verkeerd verkoopt en dergelijke. Dus ik kom erachter via mijn collega's, ik kom erachter via de andere sezants. ik kom er ook achter via de relatie die ik heb met de andere verkopers. Dus heel snel worden dingen opgeruimd. Nu heb je in bedrijven heel veel dat de grootste, ik zal maar zeggen, verkeerddoener, soms ook wel eens een keer vaak met heel veel ervaring, totaal onbelicht blijft dat hij eigenlijk niet functioneert, want hij heeft mm -hmm. meer tijd voor politiek. Uh, mensen komen niet meer naar die persoon toe om dingen op te lossen, dus komen ze bij de andere aan en de ander maakt meer fouten dan die persoon. Mm -hmm. Op het moment dat er geen sergents zijn... wordt de wereld erg obscuur voor het hogere leiderschap. Ja, ja. Dus een hoger doel is het creëren van sergents. En daardoor kun je het leiderschap delegeren? Is, of is dat een fout? Uh... Nee, je kunt het leiden. Dat is spijker op de kop. Je kunt leiderschap delegeren. Maar dat kun je alleen doen aan mensen die je ook volledig vertrouwt. Ja. Zonder officier zijn suzans niet mogelijk. Maar sergents moeten ook de, het vertrouwen hebben van de mensen die zij weer aansturen. Dus dan blijft het een soort squeeze voor die sergeant als er een, zeg maar... Uh, Mooi zeggen, tegenstrijdigheid in zijn loyaliteit komt. Zeg maar. Of ja, het klassieke probleem van middelmanagement. Zie je dat ook bij Sasjans? Uh, ja, en als je het goed doet, wordt dat probleem nog twee keer groter. Hmm. Als je het fout doet dan is alles zoals het uitkomt. Ja. Dus middenmanagement is nu lam geslagen. Het is zelfs een laag die ze eruit willen slopen ja. soms. Ja. Dus dan is het, uh, wanneer het me uitkomt, ben ik de baas van de clubje. Wanneer het me uitkomt, ben ik ook maar een van de jongens. Wanneer het uitkomt, ben ik eigenlijk de hoofdverkoper... of de hoofdengineer of de hoofd, etcetera. Wanneer het uitkomt, ben ik meewerkend voorman. Wanneer het uitkomt, moet je hem ook zien als een soort manager. Alles zoals het uitkomt. Hm. Uh, heel veel mensen raken onder de ban van hun eigen clubje wat ze aansturen. Dus hm. ze hebben de erkenning nodig van hun eigen mensen. Ja. Dat krijgen ze een one-of-the-guy-complex, noem ik het altijd. Ja, ja. Dus nu worden ze een doorgeeflijk van hun eigen mensen juist naar boven toe. Ja. Dus surgeons creëren is een kunst op zich. Ja. En om je allereerste vraag te beantwoorden. Ik heb het misschien in 30 jaar dat ik bezig ben nog maar twee keer meegemaakt... dat een bedrijf dat niet actief met surgeons bezig is, succesvol is. Ja, ja. En die hadden toevallig de jackpot wat betreft hun product. Ja, ja. Uh, hoe je het ook draait of verkeerd, het komt iedere keer daarop neer. Het is bijna eng hoe weinig er naar gekeken wordt. Mm -hmm. Want ja, we zijn te veel bezig met leiderschap als een soort grote container ja, ja, ja. waar bijna alles onder Gewoon moet vallen. Gewoon op de juiste plekken neerzetten en trainen en. en creëren. creëren. Het is echt letterlijk, ze ja, staan ja. niet vanzelf. Ja. Ik heb ook heel veel situaties gezien waar je een echte goede Sessjant ergens vandaan haalt. Er is precies één maand voor nodig om je goede Sessjans niet meer goed te maken. Okay. De eerste vereiste voor leiderschap voor mij. Is dat je zelf voor een baas moet kunnen werken? Zou jij iets aannemen voor iemand die zichzelf niet aanpakt? Nee, leiden? je hoeft mij niks uit te leggen. Ik, ik ben dus geen goed leider. En dat is precies de reden die jij nu schetst. Ik heb nooit die combinatie getrokken. Maar ik, zou, ik kan heel slecht voor een baas werken. Dus dat maakt mij ook een slecht leider? Uh, in feite wel. Ja. Maar. Je bent wel iemand die ondernemerschap en dergelijke zeer waardeert. Ja, dat wel. Je bent wel iemand die misschien geïnteresseerd is in andere mensen. Ja. Je bent wel zeer professional bezig op de goede manier. Ja. Ik denk dat je no time zou kunnen leren om voor iemand te werken. En iedereen ja. waar je respect voor hebt en ja. waarvan je weet, die is het beste met mij voort. En die is daadwerkelijk met iets bezig, die gaat ergens naartoe. Uh, ik denk dat je no time voor iemand zou kunnen werken. Met andere woorden, je hebt er geen zin in, maar je zou het kunnen. Dat is waar. Hoe uh, <laughs> is echt de trainer hier die wakker wordt? Hey, luister, eens, uh, tegenwo tegenwoordig zit iedereen Agile te werken en zo toch? En dan heb je zelfsturende teams en uh, dat oh is God, toch een ja, beetje ja. helemaal uh, common sense vandaag de dag. Wat vind ja. jij daarvan? Oh, ja, daar. De... <laughs> <laughs> dat Ik is de knuppelen het <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Nee, uh, geen fan? Nee, zelfsturende teams is de dood in de pot. Er zit geen sergeant aan. Dus je bent altijd aan het profileren dat, dat de, de dingen die je doet hoe belangrijk ze zijn. In plaats dat je iemand hebt die het gewoon weet en die ook jou intern gaat verkopen. Het is een absolute theorie. We geloven in sprookjes, hmm. vooral welkome sprookjes. En het ultieme, ik zou bijna zeggen, natte droom voor een leider is een zelfsturend team. Met andere woorden, het zijn loyale, heigende... Uh, hardwerkende, zichzelf opofferende mensen die me totaal niet in de weg zitten... tot het moment dat ik ze nodig heb. Ja. Je zou eigenlijk een familie zou willen hebben. Weet hm. je wel, schitterende kleinkinderen... en kinderen die helemaal enthousiast over je zijn. Maar als ik even geen zin heb, dan zijn ze er even niet. Geen verplichtingen, verder niks. Dus zelfs een Team is een schitterend idee. Ik heb een presentatie van je gezien online... Uh, waarin jij uitlegt hoe belangrijk persoonlijke erkenning is. Hè? Ja, ja, ja. Uh, hoe belangrijk is dat binnen organisaties? Um, het is de crux, waar alles om draait. Hmm. Eigenlijk zijn we ons hele leven lang bezig met erkenning ja. en voorerkenning. We gaan ervoor naar school, we halen diploma's voor, alles wat erna komt, doen we ervoor. We, uh, ons sociale leven bestaat uit het verkrijgen van erkenning. We groeien nooit over die behoefte heen. Jullie zijn actief in heel veel landen. En ook best wel opvallende. Je hebt zo Venezuela, Ethiopië, Japan. <laughs> Leg eens uit. Is dit daar een gedachte achter? Of is dat toeval? Of hoe beland je daar? Ja, het is, het is nooit dat we echt uh, internationaal op zoek zijn gegaan. Maar ja, je werkt natuurlijk met Nederlandse bedrijven. Of met buitenlandse bedrijven in Nederland. Ja. En als eenmaal iets loopt, ja, op onze manier, dan krijg je heel snel het effect dat mensen zeggen van nou oké, okay, dit wil ik. Uh, hoe zit het met de groep in Tokio of in New York ja, en dergelijke? Ja, ja, ja. Dus je, ja, je begint dan hier, maar dan omdat het een internationaal opererend bedrijf is, dan uh, waaiert het uit. Ja, wat wel opvallend is, dat op een momentje het moment dat je de kans krijgt... dus om, ik zou maar zeggen, onze ons in het buitenland uit te spreiden. Ja. Dat het volledig cultuurloos is. Is het globally toe te passen dan? Ja, en dat uh, beweren we zelf al decennia lang. Ja. En uh, het wordt steeds meer duidelijk dat het ook zo is. En ja, het is heel raar. Er is, er is altijd een zware nadruk op cultuur. Dus mensen hebben het over, ja, jop, maar moet je dit doen? Ja. Of uh, Indonesiërs, moet je nooit dit doen? En allemaal do's en don'ts. En Nederlanders in het bijzonder zijn daar behoorlijk... ja, lijkt wel feticistisch op, ge, op, 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 op ge, gefocust. Ja. Uh, in de praktijk blijkt... Uh, ja, ik zou zeggen, in ons gedachtegoed... Mensen die nog nooit echt letterlijk met Nederlanders te maken hebben gehad, of uh, zelfs met buitenlanders. Je hebt Japanners die gewoon compleet het uh, de, een bepaalde kasten in de ne in, in Japanse management die nog nooit zich de buitenlanders laat trainen of iets dergelijks. Ja. Je hebt soms uh, Chinese mensen met een echt een hive mentaliteit. En gek genoeg, als we dan de training erop loslaten, dan is het. ...compleet alsof het dezelfde mensen zijn. Dus eigenlijk verenigd de wereld meer dan we denken. Tot slot, hè? we leven nu in een tijd dat steeds meer... ...wat wij dan millennials noemen. Hè? De, oh, de, goed, die, ja. de, de jonge garde, die, die betreedt de werkvloer. Die is druk ja. bezig. Die is, een van de thema's die ik vaak hoor zijn burn-outs. Ik weet niet of, of dat er iets mee te maken heeft. Maar heel veel. Uh, v, uh, v, uh, v, vertel daar eens wat over. Heeft dat veel impact op de manier... ...waarop je leiding moet geven, de rol van Sergeants? Ja, heel erg. Hm. Um, Sergeant betekent in feite iemand waarvoor ik het doe. Iemand wiens ja. erkenning ik belangrijk vind. Ja. Millennials zijn veelal mensen die geleerd hebben dat ze erkenning gratis krijgen. Maar erkenning die niet komt van iemand die ik echt ken. Erkenning die niet komt van iemand wiens expertise of senioriteit ik accepteer. Ja. Of van wie ik het gewoon wil doen. Uh, dat betekent dat ze gewoon te weinig voedingsstof binnenkrijgen, als het ware. Ja. Dus millennials worden een soort uh, McDonald's addicts en dan alleen nog maar de frietjes. Dus ze willen erkenning hebben van internet. Dat betekent dus, mijn werk moet impactvol zijn. Kijk, dat zijn alleen maar de symptomen die we waarnemen. Mm -hmm. Mijn werk moet impactvol zijn. Ik moet, mijn advies moet gevolgd worden vanaf dag één dat ik binnen ben. Uh, ik moet meteen online alles kunnen vertellen over het bedrijf. Mm -hmm. uh, wat niet binnen mijn studie past, dat kan nooit kennis zijn die belangrijk is, want in mijn studie heb ik alles geleerd. Mm -hmm. Deze verwendheid is eigenlijk gewoon een enorme honger en gebrek aan. Een sergeant moet absoluut snappen waar een millennial vandaan komt en de leiding aan geven. Ja. Anders erger je, je dood. Veel erger is dat we nu al bezig zijn sergeants te creëren die zelf millennial zijn. En dan kom je inderdaad terug op de zelfsturende teams en de impact en bedrijven gaan er mee bezig van hoe kunnen we waarde geven aan het bedrijf waardoor ze weer harder gaan op de core values. Het is een zichzelf vastdraaiende moer. Kun jij elk bedrijf wat bij jou uh, aanbelt en zegt van ik wil uh, ik, dat het sergeant idee staat mij aan. Ik wil ze gaan creëren. Ik wil ze gaan trainen. Ik wil die organisatie volgens jouw filosofie gaan inrichten. Want ik wil meer succes. Uh, lukt dat bij elk bedrijf? Uh, ik ga er vanuit van niet. Het uh, is tot nu toe altijd gelukt, maar ik wacht nog steeds op de eerste keer dat het niet lukt. Oké, okay, dus je daag je potentiële klanten uit bij deze. <laughs> Eigenlijk wel. Ja. Nou, misschien wel een beetje. Eén ja. Ja, keer is het overgenomen voor een hoop geld ja. en uh, was Hoor. ik weg. Ja. Uh, Waar we me half bezig. Maar oké. Okay. Eén keer hielden ze er gewoon sowieso mee op, omdat het product niet meer geldig was. En niet... nee, 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 het is de externe factoren. Het is altijd gelukt. Maar de beslissing om, om echt sezants te creëren is een zware beslissing. Mag ik je dank voor je, je inzichten en uh, je interessante verhaal. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel voor de interview. Heel graag gedaan. gedaan. En uh, dank je wel voor het kijken naar nou, weer een gesprek hier op 7DTV. En als je er meer wil zien of meer wil luisteren, als je naar de podcast aan het luisteren bent, dan abonneer je vooral op 7DTV. Voor nu, dank je wel. Hoi.